Naar aanleiding van de nieuwe Bagagehal Zuid heeft luchtvaartjournalist Arnold Beurlage een exclusief gesprek met Jos Nijhuis. Arnold sprak de Schiphol-directeur vlak voor de officiële opening. Een feestelijke dag en een feestelijke omgeving. Ja, ik ben er bijzonder trots op dat we het nu eindelijk gaan doen. Ik heb nog nooit van mijn leven een project wat 415 miljoen heeft gekost geopend. En dat gaat zo meteen gebeuren. Nieuwe bagagehal, meer capaciteit. Ja, klopt. Allemaal beter. Op dit moment vervoeren we ongeveer 50 miljoen koffers per jaar. Dat gaat naar 70 miljoen. En nog belangrijker is dat de capaciteit tijdens het piekmoment omhoog gaat. Om daarmee de transferpassagier een optimale service te bieden. Is dit project nu onderdeel van een totaal vernieuwd Schiphol? Een eerste stap in vernieuwd Schiphol. Het bagagesysteem is nog niet helemaal klaar. Eén project, daar wordt nu volop aan gewerkt. Dat is de zogenaamde backbone. Een investering van nog eens zo'n ruime 200 miljoen. Dat moet klaar zijn in 2013. Als dat klaar is, zijn alle bagagedelen met elkaar verbonden. En dat betekent dat dan de capaciteit optimaal benut kan worden. En nog belangrijker, dat de betrouwbaarheid van het systeem nog beter wordt dan dat al is. Samenwerking met de KLM. Heel veel high-tech samen met de KLM ontwikkeld. Ja, absoluut. Ja, het is bijzonder. Een bijzonder project als deze. Waar je samen met je grootste klant zeg ik, maar ik moet eigenlijk zeggen partner in business, een bagagesysteem hebt ontworpen wat het beste is in de wereld. Om arbeidsprocessen beter te maken, het zware merk te verminderen en de bagagemedewerker een andere rol in het proces gaan geven. Dankjewel. En nu maar hopen dat de robots ons niet in de steek laten. Ja, top. Dat zal wel lukken.